Deze video op Doesburg TV is mogelijk gemaakt door Roots, Hair & Care. Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. En in het bijzonder degenen die de oorlogsjaren hebben meegemaakt. Vanavond herdenken we de slachtoffers, burgers en militairen van de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen waar wij als land bij betrokken waren en betrokken zijn. En ons hart gaat uit naar de slachtoffers van oorlogsgeweld elders in de wereld. Vanavond herdenken we samen om zo onze hoop op een toekomst in vrijheid aan elkaar door te geven. Elk jaar geeft het Nationale Comité 4-5 mei ons een thema mee. En dit jaar is dat wie de ogen sluit voor het verleden is blind voor de toekomst. Het is belangrijk dat we leren van het verleden en dat we onvermoeibaar blijven doorgeven hoe kwetsbaar vrijheid is. En dat het zeker niet vanzelfsprekend is dat je vrij bent. Graag geef ik nu het woord aan burgemeester Gosse Noorderwier om zijn overdenking uit te spreken. Waarna we samen namens de gemeente en het comité een krans zullen leggen. En daarna zal het koor follow-up het lied Dromen ten gehore brengen. Dank u wel. Dames en heren en gelukkig heel veel jongens en meisjes. Ik neem u mee naar het einde van de middag van de 20e november 1942. Johanna Meijers staat in haar keuken het eten klaar te maken als de bel gaat. En in de deur staat de familie Wiegers, de overburen. En ze waarschuwen Johanna. Ze moet onmiddellijk verdwijnen. Ze hebben gehoord dat de burgemeester de politiemensen van Doesburg de opdracht heeft gegeven om die avond alle Joden van Doesburg op te pakken. Johanna is een gewaarschuwd mens. Een jaar eerder, in oktober 1941, is haar man door de Duitse politie zonder aanwijsbare reden opgehaald en weggevoerd naar kamp Mauthausen. En eind oktober, nog geen 3 weken nadat hij vertrokken was, was haar man daar overleden. Johanna aarzelt niet. Ze draait het gas omlaag, knoopt haar schort af en zegt tegen haar dochtertjes Ali en Jannie dat ze hun jassen aan moeten doen. Ze draait het licht uit, draait de sleutel om. En ze zal nooit weer in haar huis terugkomen. Ze loopt met haar kinderen naar een huis aan de Lindewal, waar ze denkt een nacht veilig te kunnen doorbrengen. En de volgende ochtend, het is nog donker, lopen ze met z'n drietjes over de schipbrug richting Dieren. Jannie wil met de trein weg. En als ze in de buurt van het station komt,
is er daar een enorme drukte en chaos. Op het station staat een lange trein en daar moeten alle Joden in die die avond daarvoor zijn opgehaald in Duisburg en de plaatsen in de omgeving. Wat moet ze doen? Vastberaden loopt ze naar het loket en koopt kaartjes naar Hengelo. En terwijl ze in de trein stapt naar Hengelo, stappen aan de andere kant van het perron de laatste Joden in die andere trein. En die vertrekken dan ook wel naar. Richting kamp Westerbork. Ach, u kent het drama van kamp Westerbork. Het loopt overigens niet goed af. Johanna duikt onder in Hengelo en de kinderen daar ook. Maar ze wordt verraden, op transport gezet naar Sobibor en Ali en Janni overleven de oorlog. En overang, een jaar later, op 2 december 1973, schrijft de burgemeester aan de Rijkscommissaris van de provincie in Gelderland, netjes in het Duits, ich teile Ihnen höflichst mit, dass diese Gemeinde keine Juden unterstützt. En voor de jongens en meisjes, ik deel u mee, heel beleefd, dat in deze gemeente geen Joden meer zijn. Ze waren er niet meer. Bij het begin van de oorlog, 26 Joden in Duisburg. Op 2 december 1943, niet één. Hun achtergelaten woningen werden onder niet-Joden verdeeld. En de gemaakte kosten werden door de gemeente bij de Duitsers gedeclareerd. En toen bij de bevrijding de Martinitoren kapotgeschoten werd, viel er zoveel puin op de kleine synagoge van Duisburg dat er niets meer overbleef. En zo was alles wat Joods in Duisburg was, weg. En het verhaal van Johanna Meijer en haar dochtertjes Ali en Janni zullen we toch echt keer op keer moeten horen. Want waarom gebeurde het op deze manier? En kan het nu weer gebeuren? Of gebeurt het nu al in Duisburg, in Nederland of in Europa? En wat is ons antwoord daarop? Bij dit wonderschone monument van Jan Wolkers kijken we vandaag 70 jaar terug in de geschiedenis. Ik wens ons allemaal toe dat vanuit die vreselijke geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog het ons gegeven is om niet blind te zijn voor wat er nu om ons heen gebeurt. En dat wij in staat zijn daar een passend antwoord op te geven. Dat is wat de overledenen, dat is wat Ali en Janni en Johanna na deze vreselijke oorlog van ons mogen verwachten. In vredesnaam. Mijn nacht is breekbaar als een kolibrievlinder. Vreemde stappen naast mijn bed, laarzen groot als wolkenkrabbers. Het bliksemt en knalt en ik sta weer op straat. Klein, alleen. Ik ren naar het slagveld om een gedicht te schrijven. Graaf geen kuil voor gevallen woorden. Ik laat de bomen stapelverliefd ruisen. De bergen elkaar opnieuw ontmoeten. En om geen kind te zijn dat nooit meer slapen kan, geef ik landen voeten om het geluk met ons te delen. Voor vrede plant ik een stokroos, een echte, met kaarsrechte rug. Ma,
Mijn herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog bestaan uit verhalen. Verhalen over de ervaringen van mijn opa's en oma's. Een onzichtbare granaatscherf en een mond zonder tanden. De granaatscherf zat verstopt in de kuit van mijn opa. Onzichtbaar, maar voelbaar. Diezelfde opa had op zijn 29ste al zijn tanden laten trekken om zodoende een doktersverklaring te krijgen waarop stond dat hij, gezien zijn hoge koorts, niet in staat was te reizen. Zo miste hij de trein naar het werkkamp waar hij voor opgeroepen was. Opa heeft ons tot aan zijn dood meegegeven hoe fout de Duitser was. Hij had de oorlogsgruwelen aan den lijve ondervonden. Mijn vader, bevrijdingskind, geboren in februari 1946, is ondanks zijn ervaringen van een naoorlogsland en de daarbij behorende verhalen van zijn ouders, de Duitser wel los gaan koppelen van de oorlog. De verhalen over de gruwelijkheden tijdens de oorlog bleven overeind. Het beeld over de Duitser veranderde naarmate de jaren verstreken. Bij ons, de tweede en derde generatie, zijn ook de verhalen over de oorlog vaak nog via eerste hand binnengekomen. En hebben hun plek in onze herinneringen gevonden. Als verhalen weliswaar. Wij hebben er niet de geur, het gevoel en de ervaring van de persoonlijke pijn bij, die er bij onze ouders en grootouders wel waren. Dat maakt de herinnering kwetsbaar. Als straks onze ouders en grootouders er niet meer zijn, verdwijnen dan ook de verhalen en dus de herinnering? Vergeten we dan langzaam de gruwelijkheden? Vergeten we dan ook wat er kan gebeuren als we in wij en zij blijven denken? Maar vergeten is geen optie. Nog dagelijks krijgen we de gruwelijke verhalen over oorlogen en conflicten binnen. Voelen we vaak de persoonlijke pijn van oorlog nog. De vliegtuigramp met de MH17 is zo'n recent voorbeeld waarbij we ook hier in Doesburg hard getroffen zijn. Ook de uitzendingen wereldwijd waar militairen nog steeds dagelijks hun bijdrage voor de vrede leveren. Zij alle ervaren de persoonlijke pijn van oorlog. Mijn uitzending naar Irak en Bosnië hebben me laten zien en ervaren dat oorlog iets is van alle tijden, van alle generaties. Nog steeds zijn er meer dan 40 miljoen mensen op de vlucht, terwijl wij hier herdenken. Eén keer per jaar herdenken we, maar 365 dagen per jaar is er nog steeds oorlog om ons heen en vallen er dagelijks slachtoffers. Onze vrijheid is niet vanzelfsprekend. Onze vrijheid is kwetsbaar als we er niet dagelijks mee bezig zijn. Zolang wij blijven denken in wij en zij, blijven we dus onderscheid maken. En dat onderscheid leidt iedere keer weer tot conflicten en oorlogen. Net zo min als dat het Duitse gezin op de Nederlandse camping niet meer de vijand van weleer is, is ook de moslim in de plaatselijke moskee niet de vijand van nu. En als vergeten geen optie is, waarom zetten we dan nog steeds mensen weg in kampen, als ze op hun vlucht voor oorlog in hun thuisland ons vrije Europa proberen te bereiken? En als vergeten geen optie is, waarom trekken we dan allemaal gul onze portemonnee als er elders op de wereld een aardbeving is geweest, maar draaien we ons hoofd weg van al die mensen die hier dagelijks worden uitgezet, terug naar een plek waar ze zich niet veilig voelen, want ze voldoen niet aan onze eisen. Hoe tolerant zijn we nog als we daadwerkelijk moeten inleveren? Want moeten we niet allemaal inleveren op de grenzen van onze vrijheden als we de oorlog willen verslaan?